vrienden, jullie hebben me de hele tijd moeten missen, tenminste. Op deze manier, ik doe even dingen verkeerd, gaat het goed, maar niet heus. Nou, ik hou jullie even vast. Dan zet ik hem zo wel meteen weer neer. Zo. Ja, ik heb een hele week niet aan het vloggen geweest. Waarom niet? Omdat er ontzettend veel op YouTube stond te wachten tot het doorgelaten werd. Op mijn computer stond het een en ander. Ik ben nu nog aan het renderen van meer dan een week geleden. Dus ik denk, ik stop er even mee. Maak een rust. Het is vandaag dan ook zondagmiddag, 8 minuten over 5 in de middag. En het is 21 juli. Vandaag had mijn lieve Hyde, die in de hemel is, al meer dan 25 jaar weg is, had vandaag jarig kunnen zijn. Uiteraard heb ik vandaag bij hem stilgestaan. En nog, ik heb ook mijn haren weer gedaan en weer paars erbij in. En lekker gewassen en gedaan. Enkel dat moet nog allemaal weer, maar dat maakt niet uit, ik kan de pret niet drukken. Het is prachtig mooi weer. En dat vind ik vele malen mooier. Ja, dat vind ik vele malen mooier dan die afwas. Die komt wel. Waarom ik ook zo laat ben? Nou, ik had eerst helemaal het fut niet. Geen zin. En moe, rusteloos in mijn lichaam. Ik ben wel aan het renderen geweest. Nog. Trouwens, ik ga nu weer de derde in elkaar zetten en dan ook naar YouTube brengen. Vanavond denk ik dat we eventjes om tour gaan. Dus de GoPro gaat vanavond even mee. Voor het eerst ook sinds tijden, ja. Want er was van de week op het nieuws dat er, hoe heet het die dingen? Dolfijntjes. Ze hadden een speciale naam en dan weet ik het niet meer. Maar in ieder geval, die waren hier al gesignaleerd onder de kust. Vanaf de dijk was het ook te zien. Het werd van een boot af werd er gefilmd. En vanaf die boot kon je ook de fietsers zien. Dus duimelaars werden ze genoemd. Duimelaars. Ja, dat vind ik interessant. En dan ga ik toch eens even op de sneup kijken of ze er alsnog zijn. En uiteraard, de natuur is mooi. Ja, waarom niet? En ook, ik heb goed nieuws gehad. Mijn liefhebbende broer Koen en zijn vrouw Gerry, die dus niet op de vlog willen, die hebben uiteindelijk een huis. Ja, en wel hier in Helden, dus dat gaan we ook even kijken. Dat is hier vlakbij, dus vlakbij de dijk. Hoe mooi kan je wonen? Ja, hoe mooi kan je wonen? Dan wil ik even kijken welk dat huis dat is. Onderstaan naar de tweede koop. Onder de tweede koop. Dus één ervan. Die moet dan al verkocht zijn. En die staat leeg ook. Dus ik ga even kijken. Ja, even nieuwsgierig. Hey, Gandalfi. Oh ja, man. Was jij er ook weer van de partij? Och, bliksem. Heel bliksem nou toe. Hé? En daar komt Frodo'tje aan. Hé, ja. Die gaat dan vanavond zijn kap weer omkrijgen en zijn muilkorf, want hij ziet er niet uit. S'nachts is hij lief, maar als ik wegga en heb enkel de kap om, dan is het mis. Dus dat moet me niet. Hebben en waar is Ewin? Ik zal ook weer eens even koekeloeren om het hoekje. Ja, hier is onze Ewin, onze prinsesje. Hè? Ja, nou. Ik denk dat laat me maar lekker liggen. Ja. Vind ik ook. Nou, ga je even naar de kant, want dan kijk ik er niet door. En ja, en dan ga ik hier dus weer renderen. Daar even naartoe. Oh, dit is met eten. Dat ik eten klaarmaakte voor de dag erop. Dit was op een donderdag. En dat was niet afgelopen donderdag, maar die donderdag ervoor alweer. Ja, een heel eind terug dus. En dat was, we zitten nu op, wat zei ik, dus 21ste.
Dus afgelopen donderdag, voor een week geleden, toen heb ik heel lekker gestampeld een dijkje klaargemaakt. Omdat vrijdags Astrid kwam. Maar ja, maakt verder niet uit. Nee, ik ga weer daar naartoe, want daar moet ik beginnen. Met die. Maar ja, dat weten jullie wel. Jullie weten toch wel wat er aan het begin gelijk van een filmpje erin staat. Ja. Maar in ieder geval, dan weten jullie het even dat we eventjes vanavond lekker ontoer gaan. En deze gaat mee, uiteraard. En de Kopro gaat mee. En dan zullen we het wel weer beleven. Ik zou zeggen, tot later. En geniet van alles met wat jullie doen gaan. En smakelijk eten en weet ik veel wat nog meer. Bekijk het maar. Geniet ervan. Ja, lieve vrienden, wij gaan eventjes de hart op. Ja, de Kopro die zit in mijn jaszak. Jullie heb ik momenteel in mijn hand. Jullie gaan in mijn tas. En dan gaan we even een uurtje of zo de hart op. En als ze thuis komen, dan gaan we wel eens een keer eten. Ja hoor, komt allemaal goed, ik zou zeggen. Geniet van alles. Doei, doei.